Rijmert mag 2 circulaire bruggen op het Floriade-terrein bouwen. Dat werd tijdens een receptie in het CAF bekendgemaakt. Rijmert, bouw en infrastructuur. Ja, dankjewel. Ja, zeer vereerd natuurlijk. Een hoop tijd en energie ingestoken als team. En dan ben je natuurlijk trotse winnaar, al mag je dat woord niet zeggen, hè, want we zijn uitgekozen als het beste ontwerp. Maar dat wil niet zeggen dat anderen verloren hebben. Dus wat dat betreft, voel me prima. Ik denk dat de brug heel goed past bij de Floriade, omdat die inhaakt op de thema's van de Floriade. En specifiek echt op de kwaliteiten die de brug hebben vanuit duurzaamheid, circulariteit. Hoe we een nieuwe stad, een duurzame stad gaan maken. Hoe we die stad echt klaarmaken voor de toekomst. En deze brug laat zien dat het gewoon kan. De ontwerp die gewonnen heeft is heel overtuigend ook geselecteerd op wat we rond de Floriade met elkaar bogen. Ik denk dat het ontwerp wat we neergelegd hebben, dat aanspreekt. En de duurzaamheidsgedachte die erachter zit. Wat mij heel erg aanspreekt in het winnende ontwerp is dat er gebruik wordt gemaakt van Almeers gerecycled beton. Hij maakt een mooie, coole, industriële indruk op me. Dat het ook op een hele mooie wijze ingepast wordt in de Floriade thema's. Met waterbergend vermogen in het ontwerp. En ik vind het dus mooi dat we echt gebruik maken van oude materialen om een nieuwe brug neer te leggen. En laten zien dat je dan ook gewoon een mooie brug kunt neerleggen. Kortom, het is een heel mooi integraal, maar vooral ook een circulair Almeers ontwerp. En nu gaan we de volgende fase in en dat is de fase naar realisatie. En ook dat is een uitdaging, dat beseffen we ons, want je spreekt wat af aan de voorkant en daar word je op getoetst. De datum weten we dat wanneer we open gaan, dus we hebben nu de wedstrijd te spelen om het allemaal op tijd af te krijgen.